Ladies and gentlemen, ik zei het al vorige keer bij de Wii U en nu zeg ik bij de Switch. We hebben hem jongens, we've got him! De Nintendo Switch, hij is hier gearriveerd en wij gaan hem vandaag voor jullie unboxen. Waarom zou je denken? Nou, omdat wij heel veel vragen krijgen op zowel games als YouTube. Wat krijg je er eigenlijk allemaal bij als je de Nintendo Switch koopt? En check vooral ook even onze tweede video die hebben we gemaakt over de Nintendo Switch accessoires. Die heb ik hier ook even uitgesteld. Gaan we ook nog een video over maken. Check die ook. Hebben we het ook wat meer over het hoesje. Want daar zie je ook alvast het hoesje van de Nintendo Switch. Want dat is toch wel echt even wat anders dan we de afgelopen jaren gewend zijn van videogames. Maar we beginnen in deze video met de console zelf. Het is een schattig klein doosje. Vind je niet? Ik vind hem thuis mooi. Nintendo is terug bij rood. Dat is ook altijd wel weer fijn. Want dat voelt toch wel een beetje goed ouderwets. En laten we gewoon kijken wat erin zit. Ik maak hem gewoon zo open. En kijk ze naar je lachen, de Joy-Con controllers. Wij hebben de versie met de gekleurde Joy-Con controllers. Dit is ook een versie met gewoon Joy-Con controllers. In dezelfde kleur grijs, zwartachtig als de rest van de Switch. Het eerste wat we eruit halen is het... kijk nou. Ja, dit is eigenlijk de hele console. Ja, meer is het niet. Dit is de Nintendo Switch. De hele console en alle tech zit hierin. Kijk nou, het is gewoon een klein schermpje. Je ziet het aan de palm van mijn hand. Moet ik er nog een banaan naast leggen? Gaan we niet doen. Maar dit is hem. Het is een touchscreen. Je ziet aan de twee zijkanten zie je de plekken waar je hem kan dokken. En waar je de Joy-Con controllers in kan zetten. En, of mooi voor jullie ook om te laten zien. Je kunt ook met dit dingetje, kun je hem rechtop zetten. Dit heb ik alleen nog maar preview events gezien jongens. Dus het is eventjes... Dit is altijd weer zo, denk je. Oh ja, ik heb hem, kijk. En dan kun je daar je externe harde schijf in zetten. De SD-kaartjes kunnen hierin. Maar ook zorgt deze stand ervoor dat je hem kan neerzetten. Nou, dat is voor Arcane nog wel even leuk om te bekijken dat hier je gamecard in gaat. De Nintendo Switch werkt dus op cartridges. En dat kun je dus hier zien. En daar doe je je games in. En zo, op deze manier kun je dus tegen elkaar spelen. Super vet, de Joy-Con controllers. We hebben hier de gekleurde varianten, een blauwe en een oranje. Wat is het? Oranje, rood, roze, I don't know. Een linker en een rechter. Je ziet ook dat er op de ene een plus staat en op de andere een min. En zullen we ze gelijk even vastklikken? Kijk, en zo kun je de spelletjes spelen. Je kan bijvoorbeeld Mario Kart spelen tegen elkaar, zo op de beeldscherm. Dat één iemand deze controller heeft en de andere iemand deze controller. Of je kunt ze gewoon inschuiven en dan heb je gewoon... Klik. En dan heb je je console. Zo, we gaan eventjes wat verder en dieper de doos in. En er zit een HDMI-kabel bij, dat is altijd wel handig. Het was even een hype dat we overal weer de HDMI-kabels uitdeden bij televisies en zo. Moest je die loskopen. Die hype is ook weer weg. We krijgen dat er gewoon weer bij. We hebben hier de voedingskabel van het dockingstation en van de Switch zelf. En moet ik even kijken hoor. Ah, dit is wel nice. Kijk, dit is je Switch controller die je ook kan gebruiken. Dit is de Joy-Con grip, die heb ik er ook even uitgehaald. De Joy-Con grip is een grip. Hier kun je hem overigens niet mee opladen. Die is wel weer los te verkrijgen. Die zie je daar. Lauw verhaal komen we terug op in de accessoires video. Check die ook even. Maar hier kun je je Joy-Con controllers ook op zetten. De Joy-Cons gaan los door middel van dit knopje. Kun je ze losmaken zo. Hoppa. En dan kunnen ze... Hierin. En dan heb je gewoon je controller voor The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hoe vet is dat? Kijk, nou, kun je zo gamen. Kan natuurlijk ook met de Pro-controller. Het is behoorlijk multifunctioneel. Laten we het daar maar gewoon op houden. En even kijken, wat hebben we hier nog meer? Ik heb hier... dit is ook wel handig. Dit zijn je touwtjes. Die kun je er ook aan vastzetten. En dan kun je ze beveiligen aan je pols. En er zitten extra knopjes op. Ook super handig bij One-to-Switch moet je die bijvoorbeeld gebruiken. Nou, er zit boekwerk bij. Nou, dat geloven we allemaal. En ik gok dat dit dan het dockingsysteem is. Dit systeem sluit je aan op je televisie. De HDMI-ingang zit achter. En hier zit de HDMI-ingang. Ik weet even niet hoe we dit open gaan maken, want het is voor het eerst... Oh, gewoon zo. Oh, nice. Je hebt mooie kabelmanagement. Dat vind ik serieus al vet. Je hebt hier je HDMI-ingang, USB en je voeding, waar je hem mee aansluit op het netstroom. Kun je dichtklappen, kun je hem zo neerzetten en de Switch gaat op deze manier er gewoon in. Het klikt ook niet, je schuift hem gewoon. Je voelt dat hij ergens inzakt, maar het is niet dat je hem echt moet klikken, zeg maar. En dit is wat er allemaal te vinden is
in de verpakking van de Nintendo Switch. Volgens mij zijn het 3 gameplay varianten. Televisie, echte controller en voor on the road. En dit is het. Meer wordt het niet. Check ook de video waarin we alle accessoires los bespreken. En binnenkort ook de uitgebreide review van de Nintendo Switch en The Legend of Zelda Breath of the Wild.